Goedemiddag! Welkom bij vlog 25 alweer. 25 alweer, lijkt bijna een jubileum, man. Ja, vandaag gaan we het hebben over jiu-jitsu. Dus laat ons even onze auto parkeren, dan gaan we zo meteen verder. Yes! Ja, we zeiden het in de auto al, we gaan het vandaag hebben over jiu-jitsu. En jiu-jitsu kan bij sportschoolgeluid vanaf 12 jaar en ouder. Maar het zijn bijzondere omstandigheden, dus misschien dat jullie het vandaag toch wel kunnen oefenen. Weten jullie de wc-papier challenge nog? Dus dat meestal jullie hem op twee knieën. Ding op zijn hoofd. En ik ga hem met de cirkeltrap. Ik durf echt niet hoor. Kan niet even iemand anders? Kijk, en dat kunnen we natuurlijk ook doen met een vechtkussen. Liam, Marije, ga maar staan. En dan gaan we aan de slag met het vechtkussen. In de sportschool hebben we vechtkussens, kunnen we prima mee oefenen. De een houdt hem vast, ja, goed vasthouden. En ik ga hier weer klaarstaan en ik maak hier mijn wasjeki, een cirkeltrap, ja? Nou, dit kunnen jullie ook thuis oefenen met een stoelkussen. Wat ga jij doen? Ja, ik moet even een kussen halen. Ah, top. Kijk, daar kan je dus gewoon een heel mooi vechtkussen van maken. Kijk eens aan, hand erin, vasthouden, tegen je aan. Kijk eens aan, jullie eigen homemade vechtkussen. Hop, hop. Nou, ik zou zeggen, 10 keer links, 10 keer rechts en dan de ander. En nou de opwaartstrap. Met het vechtkussen gaat dat niet zo, want op deze manier, als ik hier tegen aantrap, dan kan haar arm overstrekt raken. Dus ze moet de hand omdraaien. Goed tegen zich aantrekken en vanaf hier kan ik 1 been weer voor, eerst je knie heffen en dan trappen. Opwaartse trap maken we dan met de wreef van de voet. Zit je veel langer op les, dan kan het ook met de bal van je voet, maar we beginnen eerst gewoon met de wreef. Gewoon een opwaartse trap. En zo krijgen we natuurlijk ook weer de opwaartse trap met onze homemade vechtkussen. Hop, 1, 2, 3. Haha, lekker man dit. Dit is even lekker afreageren. En de laatste oefening van vandaag is de voorwaartse trap. Marije houdt het kussen vast in de bovenhoek en in de benedenhoek. Staat met 1 been voor en met 1 been achter. En je gaat rustig beginnen met de voorwaartse trap. Dat is knieën heffen, uitstrekken en strek je lichaam uit op deze manier. Ja? Iedere keer vergeet niet uit te ademen als je de trap maakt. En Marije die moet uitademen als ze incasseert. Stevig staan, schat. Ja, en deze laatste oefening van vandaag, de Maigeri, de voorwaartse trap, die kan ook weer met je eigen homemade vechtkussen. Daar komt ie. Oh, wacht even. Mag ik die doen? Ja, tuurlijk. Zo leuk. Tuurlijk. Ja. Leef je uit. Watch out. Meester Leo, wat was dit? Jongens, meisjes, bedankt voor kijken. Goed oefenen thuis vandaag. Ja, en vergeet het verhaal van abonneren, liken, delen. Gewoon doen. Ja, vergeet het niet. En wij gaan naar zoeken. Ja. En dan zien we jullie morgen wel weer met de volgende vlog. Hey, tot morgen. Take life the way it comes. Take life the way it is. Horizon is. So close, and yet so close.